weer allereerst met 1-4 overwinning. Dit moet jullie wel ook verbaasd hebben. Ja, jawel. Maar ik ben wel kwaliteit van de ploeg zijn. En ik denk ook wel verdiende overwinning. Maar het is een heel spel. Absoluut. Ondanks die snelle 1-0 achterstand. Want zakt je op dat moment de moed een beetje niet in de schoen? Ja, dat wel. Maar we pakten voor mijn 20 minuten pakt het goed op. En in Ogeveen ben je gekomen en wij gingen meer op de counter spelen. Werden jullie verrast door die snelle aanval van Ogeveen? Nee, we kennen wel die kwaliteit van die rechtsbuiten. Snel, goede voorzet en Ogeveen altijd kapsterk. Dus het was, ja, het was slap. We begonnen slap. En dan is het vaak moeilijk om de boel weer recht te zetten. Maar toch lukte jullie dat. Jullie kwamen beter in de wedstrijd. Nou, Raymond Beemis, doelman Ogeveen, zegt van ja, ze kregen de penalty. Ja, nou, raakt me wel, maar ik deed het. Aardig slim, de bek komt en die zet mijn benen gewoon tussen en hij schopt mijn been weg. Ja, en dat is makkelijk, laat je vallen. Nou goed, en dan wordt het 1-1 en dat is ook de ommekeer in de wedstrijd, denk ik. Ja, wij werden scherper. Ogeveen, die zakte meer weg. Kon echt het spel maken en wij wel. We komen net spel vanuit het middenveld. Nou, dat is 1-1. Wat zegt Jan Kloestra dan in de rust? Zo doorgaan zoals de laatste 20 minuten en dan volgende 3 punten pakken. En dan zijn jullie eigenlijk in de tweede helft ook beter, hè? Jullie hebben eigenlijk de wedstrijd min of meer onder controle. Ja, klopt. We zakten een beetje in. We lieten Ogeveen een beetje spel maken. En daaruit kwam hij goed een combinatiespel. Vanuit het midden wel de aanval in. Ja. En dan maak je in die slotfase goed van de ruimte. Goed gebruik van de ruimte. Ja, maar ik denk dat we wel nog 4 goals erbij mochten. Ik denk dat wel nog, ja, onze spits vooral nog 3 grote kansen. Maar ja, 3 punten zijn 3 punten, dus dat maakt niet meer uit. Een hele belangrijke punt. Ja. Zeg dat wel, waar we staan, horen we eigenlijk niet. Maar nu moeten we het draad oppakken en zo doorgaan. Want wat dachten jullie vorige week? Want dan ga je onderuit bij GSC met 5-1 maar liefst. Ja. Denk je van oei, dat gaat de verkeerde kant op? Ja, dat is natuurlijk wel een tik. Maar eerst al spelen we daar ook weer goed. Maar we maken de kansen niet af. En dat is ons probleem een beetje het seizoen, vind ik. Ja, de kansen afmaken. Ja. Want jullie competitiestart was natuurlijk dramatisch. En daardoor loop je denk ik ook de hele tijd achter de feiten aan. Hè? Ja, klopt. Vorig jaar lukte alles. Laat ik zeggen, nou, op de paal ging die bent kan paal en nu gaan ze paal eruit. Dus ja, maar nu zo doorgaan en dan komt het allemaal goed. En snel afstand nemen van die onderste regionen. Ja, dat komt wel goed. Dankjewel. Ja.